Thank you.
Balkon. Deze boomstalen, waar ik van de samenwerking van de Russische vrienden zit, en de lokale buitenbonden, met een aantal buitenmakers uiteraard. Een tentoonstelling en een demonstratie uitgewerkt over de geschiedenis van de Russische duivenspot. Aan de hand van oude krantenartikels, documenten en voorwerpen kunnen we ons terug inleven in de tijd dat vrijdag, als de bedrijven in de toekomst, om weggebracht te worden, maar we hebben ook naar Barcelona, want dat was gewoon de hele tijd van alle grote wedstrijden. En ook zondag, die waren heel goed buitengemeld, er was nog niet buiten aangeworven, kinderen moesten stil zijn. De radio die mocht wel spelen, want het vond ik zeer zacht. En de meeste van die mensen die kiepen ook wel allemaal in een stofkast. Die kiepen ook wel met anders gaan. Van Inter? Ja. Ik heb dat goed gekomen. Ja, Murmel, hè? Als zijn doel gezien. En zondags, naarmate de middaguur naderde, hadden die mannen ook allemaal nerveus. Ik stond er altijd naar boven te kijken en te zien dat een duif zo snel mogelijk naar beneden zou vallen. Blij dat dit hier kan gedemonstreerd worden en daarom wil ik ook een aantal mensen bedanken. In de eerste plaats de eerste keer baas die al heel wat opzoekingswerk heeft gedaan en ook in de kort een naslagwerk hierover zal publiceren. De filmclub die hier al de hele tijd zit te draaien, heeft een gevolg zo schoon en ook een opgeving. En dan de gemeentelijke ambtenaar van Thomas, die heeft nog 9 uur gegeven voor de toestel. Het is mooi, hopelijk te zien de mensen mannen er allemaal van. Het belevenis is hier van heel onder de dorpsgenoot. Van de naam en dorp was er ook nog iets apart. In plaats van inkorten en levertjes terug in te brengen, dat was ook een heel belevenis. Proficiat en morgen is dat ook weer iedereen.